In deze video behandel ik de nummer 1 vraag die ik krijg. En dat is altijd, tja, hoe vind ik winstgevende producten voor mijn webshop? Ik ben 22 jaar, ben een online ondernemer en in de afgelopen anderhalf jaar, misschien al twee jaar, ben ik fulltime aan het reizen, mijn imperium aan het bouwen, allemaal vanaf mijn money machine. En in deze video wil ik je dus uitleggen, hoe vind je winstgevende producten voor je eigen webshop? Allereerst zijn er een aantal eisen waar je moet voldoen, oké? Nummer 1 is, zoek producten die je het hele jaar kunt doorverkopen. Ga geen seizoensgebonden producten inkopen. Als ik namelijk een kerstboom inkoop en ik koop 1000 kerstbomen in en ik verkoop misschien 500, dat is heel goed, maar verkoop je dan ook kerstbomen in februari, in maart, in april, in mei? Het antwoord is nee. Dus dan zit je met voorraad voor het hele jaar en moet je wachten tot december weer komt om het weer te verkopen. Dat is een hele grote fout die mensen maken, vooral als ze net beginnen. Verkoop daarom producten die je het hele jaar door kan verkopen. Producten zoals dit, alleen dan merkloos natuurlijk. Je kan niet naaien, want dan krijg je een boete, wil je niet hebben. Dus dit verkoopt het hele jaar door. In de winter gaan mensen sporten, in de zomer gaan mensen sporten. Zoek producten die je het hele jaar door kan verkopen. Nummer 2. Zoek producten waar een marge op zit van minimaal 10 euro. Je hebt namelijk te maken met verzendkosten, met btw, importkosten eventueel. Dus je wilt producten gaan verkopen waar je minimaal 10 euro extra aan kan verdienen. Zodat die coveren voor de extra kosten die erbij gaan komen. Dus stel je voor, jij verkoopt een product voor 5 euro. Dan moet je het minimaal door kunnen verkopen voor 15 euro. Okay? Je koopt het in voor 5. Je moet het minimaal voor 15 euro doorverkopen. En nu denk je vast, ja, maar kan dat? Kan je daadwerkelijk een tientje extra altijd ontvangen op de producten die je inkoopt? En het antwoord is yes. En ik ga je zo meteen ook nog laten zien hoe je dat moet doen. Nummer 3. Zoek producten waar vraag naar is. En hoe je dat kan doen is, kijk naar best verkocht, best besteld. De reden daarvoor is, de meeste mensen kopen producten in en denken, ja, ik denk dat het wel goed verkoopt. De grootste fout die je kan maken. Je moet namelijk op de vraag inspelen. Als iedereen appelsap wilt, ga dan geen sinaasappelsap verkopen, maar verkoop appelsap. Want iedereen zoekt er al naar en ze willen het. Dus dat is bewezen. En jij verkoopt producten waar bewezen vraag naar is. En bewezen vraag houdt in, staat het bij best verkocht, ja of nee? Want als het er al bij staat, zoek alleen maar meer mensen daarop en zulke producten wil je dus gaan verkopen. Nummer 4. Zoek producten in de volgende categorieën. Kijk even mee. Zoals je kunt zien heb ik hier een aantal categorieën. Zoek alleen producten in home and garden, tools, home improvement, beauty and hair, outdoor sports, automobiles, toys and hobbies, home appliances, baby and kids en security. Waarom alleen in deze categorieën en niet in iets als kleding? Nou kijk, als je mannenkleding gaat verkopen, prima, het kan lopen, maar hoeveel stuks ga je inkopen van S, hoeveel stuks ga je inkopen van M en hoeveel stuks ga je inkopen van XL? Dat weet je niet van tevoren, dus je moet een beetje gaan gokken. Wat als iedereen dan S bestelt en die raakt uitverkocht en je hebt alle andere maten nog over? Het is heel moeilijk om in te schatten. Alleen ervaren e-commerce people can do it, oké? Want die kunnen uiteindelijk gaan inschatten hoeveel, aan de hand van data, kunnen ze inschatten wat ze in de toekomst zullen krijgen. Maar voorkom dit aan het begin al helemaal. Als je net wil beginnen, voorkom maten. Okay? Maten maken het alleen maar lastiger voor jouw inkoopproces. Dus voorkom dat aan het begin. Verder, phones en accessoires. Waarom raad ik je bijvoorbeeld telefoonhoesjes af? Telefoonhoesjes verkopen heel goed. En er is dus super veel concurrentie. Dat is nummer 1 reden, maar dat is niet de echte reden. De echte reden is, als jij allemaal iPhone 8 hoesjes verkoopt en een iPhone X komt uit, wat gebeurt er dan met die iPhone 8 hoesjes? Ze zullen nog verkocht worden, maar je ziet in één keer dat ze een stuk minder verkocht worden. En als er uiteindelijk een iPhone 20 is, hoeveel sales ga je nog maken met je iPhone 8? Niet, dus je moet je telkens aanpassen. En je verkoopt dan want products in plaats van need products. Een want product is dus iets wat mensen willen, een luxe item, daadwerkelijk een nieuwe microfoon, een nieuwe iPhone, een PlayStation, een Xbox. Dat zijn want items. Need items zijn producten die mensen altijd nodig hebben. Dus een afwasborstel, misschien een rekje voor in de badkamer, een kapstok. En dat zijn dingen die mensen altijd nodig hebben, schuursponsen, etc. Dat zijn producten die je het hele jaar door kan verkopen,
Plus, ze zijn needed. Oké, okay? Je kan er niet zonder mee. Een extra nieuwe iPhone, daar kan je zonder. Een nieuwe microfoon, kan je zonder mee. Je ziet het verschil al een beetje. Want products, vermijd ze. Kijk naar need products. Zodat je het hele jaar doorverkoopt en blijft verkopen. En mensen over een jaar nog steeds jouw producten gaan kopen. Want dat is hoe je daadwerkelijk een business bouwt op een lange termijn. Nou, ik wil even meenemen naar een aantal voorbeelden die ik heb uitgezocht. Zodat je precies kan zien, aha, deze voldoen aan de eisen die ik heb genoemd. En deze hebben ook nog marges van 10 euro plus erboven. Dus kijk, gaan we even mee. Allereerst, dit product. Oké, okay? We zien hier een product van bamboe tandpasta. En zoals je hier kunt zien, kun je dat al inkopen voor 50 cent. 50 dollar cent kun je het inkopen. En je kan het doorverkopen voor 15,99. Nou, verkopen tandenborstels alleen in de zomer of de winter? Nee, het hele jaar door. Mensen hebben het nodig. Plus, ze worden voor meer dan 10 euro extra doorverkocht. Dit is goed, oké? Tandpasta. Nummer 2, saladecutters. Zoals je kunt zien, een salad cutter, een saladesnijder. 14,99, 16,50. En hier kan je het al inkopen vanaf 95 cent. Oké, 95 cent tot $1,05 kun je hetzelfde product al inkopen. En zoals je hier kunt zien, dit verkoopt ook het hele jaar door. Is een need product, mensen hebben het nodig. En meer dan 10 euro maak je hiermee. Daarna, we hebben hier een spons. 10 cent koop je een piece in. En zoals je hier kunt zien, worden ze samengevoegd, die 10 cent. Dus het wordt een euro dan uiteindelijk. Maar 10 stuks worden in één keer doorverkocht voor 14,95. En er zit hier weer een 10 euro markup op. Yes! Dus dit is eigenlijk hoe simpel je producten kan vinden die winstgevend zijn. Oké? Vond je deze video tof? Tof! Oké, abonneer niet, like niet, comment niet, stop met kijken en neem actie.